In deze Asterix review luisteren we naar de vier laatste lieder van Richard Strauss met teksten van Hesse en Eichendorff. En hoe dat zit, ga ik zo uitleggen. Maar eerst de muziek wat zachter. En wat zingt Elisabeth Schwarzkopf toch prachtig dit. Oh, geweldig. Mijn vader kreeg deze cd van mijn broer. Toen werd hij volgens mij een jaar of 43 oud. Toen kreeg hij deze cd van mijn broer. En want mijn vader was een geweldig zanger, wat hij overigens nog is. Maar hij kreeg dit omdat mijn vader veel Duits repertoire zong. En dat kreeg hij onderwezen door de zangpedagoog Jobs Easing. En was ook een beetje een Schwarzkopf-achtige type. Met een beetje vilijne grappen zo her en der. Maar terwijl mijn ouders, mijn broer en mijn zus dit luisterden, luisterde ik heel wat anders. Namelijk dit. Een luisterstrip. En dat was in de vorm van een hoorspel. En het idee was dat als je dan dit luisterde, dan kon je dus tegelijkertijd dit album meeluisteren. En dan had je eigenlijk een soort, ja, min of meer film in strips met achtergrondgeluiden. Wie waren de acteurs? Koen Flink, Pieter Lutz, respectievelijk Obelix en Asterix. Maar ook een acteur als Paul van Gorkum, die we kennen als de baron van Bassie en Adriaan. Frans van Duschoten als de aangever van André van Duin, die speelde hier ook een grote rol altijd in. En dit zijn geweldige, mooi geproduceerde hoorspelen. Waar was dit nou mijn eerste kennismaking met Asterix? Nee, natuurlijk, want Asterix kende ik al veel eerder. Namelijk in de vorm van deze boeken. Mijn moeder die spaarde Asterix, maar mijn broer en zus die hebben toen op jonge leeftijd die boekjes ook gelezen. En die hebben ze stuk gelezen. Dit tot groot verdriet van mijn moeder, want die had ze met veel zorgvuldigheid gespaard. Maar die had tijdens de opvoeding er niet helemaal op gerekend dat natuurlijk kleine kinderen een stripverzameling wel eens zouden kunnen verprutsen. Dus mijn vader die besloot haar mee te nemen naar het stripantiquariaat in de Frederikstraat. De Frederikstraat was dus ook de straat waar die zangpedagoog woonde, waar we het net over hadden. En in dat stripantiquariaat, gerund door Hans Matla, meen ik, kon je dus allerlei strips kopen. Ze hadden ook enorme kasten met hele oude kuifjes van 600 gulden het stuk. Het was een prachtige winkel. Maar deze mooie leidere banden met gat ingelegde Asterix was ook heel geinig. En zo'n album bevatte dan vier stripverhalen. En dat was natuurlijk hartstikke mooi, want dan kon je zo'n hele reeks aanleggen. Het waren wel dure boeken natuurlijk, maar daarmee werd het leed voor mijn moeder weer iets verzacht, want ze had weer nette albums. Wat ze overigens wel irritant vond, want zij wilde een Asterix zo, wat ik echt vreselijk vind. Ik kan het niet, ik doe het nu, maar zij las een Asterix zo. Dus dan kreeg je altijd zo'n rare knik in de rug en dan, ja, ze behandelde het ook niet helemaal netjes. Maar goed, oké. Asterix, waarom hebben we het erover? Ja, Albert Uderzo is vandaag overleden. De andere geestelijk vader van Asterix, namelijk René Goscinny, die is al ruim 43 jaar geleden overleden. Hij is tijdens een harttest, omdat hij last had van zijn hart, is hij overleden in het ziekenhuis. Een tragisch geval en groot gemis voor de stripwereld. En zeker een gemis voor Albert Uderzo, die echt nog jaren nodig had om deze schok te boven te komen. En heeft dus het album uiteindelijk De Broedertwist gemaakt 3 jaar na de dood van Uderzo. Na de dood van Goscinny. Uderzo is dus nog jaren doorgegaan. Maar Asterix,
is dat eigenlijk? Ik zou zelf heel even, dat wil ik even nog zeggen. Ik zou zelf niet meer weten welk album ik echt zelf gekocht heb. Want ze waren er eigenlijk altijd al. Maar ik moet wel zeggen dat de bandjes, die hebben mij wel ja, weer Asterix doen sparen. En Asterix is voor mij natuurlijk altijd een hele goede tweede geweest. Lucky Luke is voor mij echt nummer 1, want dat heb ik echt zelf helemaal ontdekt. Maar Asterix, een geweldige strip. Laten we het zo zeggen. Feitelijk gezien is Asterix natuurlijk de betere. Maar gevoelsmatig is Lucky Luke voor mij de betere. Maar we hebben hier Asterix de Gallier. Ik heb hier een heel mooi dure uitgave van vorig jaar uit 2019. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van Asterix en Obelix. Maar officieel heet de strip natuurlijk gewoon Asterix. En wat was het idee? Binnen enkele minuten was het idee vormgegeven door Goscinny en Uderzo. Goscinny wilde een klein mannetje. Een klein onooglijke Gallier. Want wat was het idee? Galliërs waren over het algemeen stoere, bonkige kerels. Beetje jerommekes. Ik heb hier nog een goed voorbeeld. Hier zie je dus de veldheer Vercingetorix. Zijn wapens aan de voeten van Caesar leggen. In een soort grapje natuurlijk. Maar zo zagen de Galliërs eruit. Grote, sterke, stevige kerels. En het idee was nou net de antiheld. Het tegenovergestelde. De Gallier moest dus niet sterk zijn. Hij moest slim zijn. De Galliërs waren over het algemeen wel sterk. Want hoe begon het avontuur toch altijd weer? Nou, dat gaan we toch even bekijken. We zien hier het dorp van Asterix. Ik moet wat gillen. Gallië is veroverd, behalve het dorp. En waarom wordt het dorp niet veroverd? Omdat de toverdrank van Panoramix de Galliërs in staat stelt de legioenen te overwinnen. En de Romeinen proberen dus in de vorm van allerlei list en bedrog dat dorp kapot te krijgen. Dus je hebt een album dat heet De Intrigant. Daar sturen ze dus iemand die heel goed in ruzie maken is. En dan proberen ze ruzie te veroorzaken in het dorp. Lukt niet. Ze proberen met een economische crisis, door namelijk heel veel menhirs te kopen. En daardoor een soort bubbel te creëren. Lukt niet. Hè? Zelfs de hele Romeinse economie gaat ten onder dankzij de menhirs. Met de Romeinse lusthof proberen ze met cultuur en architectuur het dorp in te nemen. Dus niet met brute kracht, maar gewoon door mooie gebouwen neer te zetten. En dan hopen ze dat de Galliërs met de Romeinen assimileren. En zo proberen die Romeinen steeds met nieuwe listen die Galliërs te onderwerpen. En waar de avonturen van Asterix ook in uitblinken zijn hun reizen. Ik wilde nu nog wel even wat zeggen over twee dingen. Namelijk het pimpen van de avonturen, om het zomaar eens te zeggen. Dat vind ik zelf erg jammer, als ik heel eerlijk ben. De albums zijn natuurlijk 60 jaar oud gemiddeld. En wat je nu natuurlijk ziet, is dat de eerste kleuren, en dat zie je in dit album wel heel goed, is... Kijk, zo zag... de eerste pagina de origineel uit. Ja, de objectieve beschouwer zou zeggen lelijke kleuren, want dit is natuurlijk als je deze zou kunnen kijken, dit is natuurlijk veel veel mooier. Het opnieuw inkleuren, daar kan ik inkomen, omdat de eerste 2-3 albums zijn nog rommelig qua kleur en dan heeft het een weinig uniform karakter, met zeker in vergelijking met de latere albums. Maar wat ik jammer vind is dat ze het in Nederland ook nodig vonden om ze opnieuw te vertalen. Dat was wat mij betreft niet echt nodig geweest. En je ziet dus nog dat ze hier nog namelijk Abrarakursix en Assurancetorix heten en dan ineens heten ze hier Cacophonix en Heroix. En op zich snap ik wel dat dat gebeurt. Maar ik vind dat, ja, dat vind ik gewoon een beetje jammer dat dat moet. Aangezien ook, en dat is misschien nog wel belangrijker, de redactie van de vertalingen lag altijd nog bij de schrijver Goscinny. Dus
Goscinny schreef de boeken in het Frans, maar sprak ook een aantal talen. En als hij de talen niet sprak, volgens mij het Spaans en het Italiaans heeft hij ze zelf nog zelfs vertaald. Maar bijvoorbeeld bij het Nederlands of het Duits, daar heeft hij vertalingen laten maken. Heeft ze ook weer terug laten vertalen en dat dan weer opnieuw gelezen. En heeft hij gezegd, nou dit is goed. Dus bij wijze van spreken, je kunt van deze Nederlandse vertaling wel uitgaan dat Goscinny er zelf nog naar gekeken heeft. En dat is in wezen met die nieuwe vertaling natuurlijk echt wel, ja, veranderd, zou je kunnen zeggen. Wat ik ook wel een beetje, ja, wat ik bijvoorbeeld heel stom vind, is dat er komen dan ook van die stukken in voor deze. Dan staat er hier, ja, ik ben een supermens. Dat is dus de nieuwe vertaling. Maar zoals ik de boekjes altijd gelezen heb, en dat ik denk, ja, dat hoef je ook helemaal niet te vertalen, want het is gewoon, dit klinkt gewoon veel gaver. Staat er, kijk eens, ik ben Hercules. Of ik ben een Hercules. Maar dan denk ik, ja, waarom moet je dat veranderen? Het opnieuw inkleuren, dat juich ik op zich wel toe. En het opnieuw schoonmaken van de bladen en dat soort dingen. Dat ja, en ik begrijp ook wel dat een strip ook altijd een soort nieuw medium is. Maar ja, ja, het voelt voor mij net niet helemaal lekker. Dan heb ik gewoon nog, ik ga de inhoud niet vertellen, want dat duurt veel te lang. Maar wat ik gewoon hele leuke albums vind is bijvoorbeeld De Grote Oversteek, Obelix en Co, De Ziener, Het Eerste Legioen, De Lauwerkrans van Caesar, De Intrigant, De Romeinse Lusthof, De Britten en Cleopatra. En ook hier wil ik weer even over zeggen dat ik het weer jammer vind dat ook hier weer een beetje de doorkleur en vertaalpogingen zijn doorgeslagen. Want deze kaft is gebaseerd op deze kaft. En hier staat grootste productie ooit, het grootste avontuur dat ooit werd getekend. Zo in het groen, dat zie je dan hier zo. En hieronder staat er zoiets van, ja, 14 liter Oost-Indische inkt, 67 liter bier, zoveel kilo papier, 2 schrijfmachines, al dat soort zaken. En dat appelleert eigenlijk aan het idee van dat dit een monsterproductie is. Zoals ook al die Hollywoodfilms, al dit soort van sword and sandals films, enorme producties waren. En dat zie je dus in zo'n album. En als je dan opeens daar een nieuwere versie van maakt waarin je dit allemaal weggumt, denk ik, ja, waarom? Want dit was, die voorkant was nou juist een grap. De typografie is ook helemaal ontleend van deze filmposter. En ja, dan zijn we al zo'n beetje aan het eind gekomen van deze Asterix review. Of laten we zeggen, mijn ervaringen met Asterix. En u hoort nog steeds op de achtergrond de vier laatste lieder van Richard Strauss. En ja, wat kan ik daar nog even over zeggen? Het zijn dus de vier laatste liederen voordat Strauss stierf. We moeten ook wel zeggen dat het volgens mij ook zijn idee was om de vier laatste liederen uit te brengen. Maar dat durf ik ook niet weer helemaal 100% te zeggen. Maar het is schitterend. En ja, en Im Abendrood van Jozef van Eichendorff. En de gedichten van Herman Hesse. Frühling, September en Beim Schlafengehen is eigenlijk gewoon mijn favoriet. En altijd als ik deze muziek hoor, daar wil ik het eigenlijk mee afsluiten, moet ik altijd aan Asterix denken. Of als ik Asterix lees, hoor ik altijd Beim Schlafen gehen. En dan leg ik mijn Asterix op het nachtkastje, doe het lichtje uit en val dan heerlijk in slaap. En overigens, even nog, Schwarzkopf vind ik de beste.
Je hebt prachtige zangeressen die dit allemaal kunnen. Maar wat mij betreft, Schwarzkopf is het gewoon. Zij is wat mij betreft de vier laatste lieder. Ik dank u wel.